Daar heeft die asbest ooit gelegen. Ja, ooit. En wat, er staat nou ook op asbest geen toegang. Ja, maar die stickers hebben we gewoon voor de... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Decoratie. Het is 06 aan 12. Dan 273 uiteraars. Mogen wij dat de spullen in de rij. Ja, dus jij bent eigenlijk de baas van deze illegale operatie? Nou ja, de baas. Ja, ongeveer wel, ja. Komen we wel op neer. Wat is hier nou zo leuk aan? Want het is gewoon een beetje gezellig. We hebben met elkaar een flesje bier drinken. Bij die domme hoeren. Nou, lachen, joh. Nou, je draait wat plaatjes, je krijgt wat reacties. Nou, zoals je net ook zag met die telefoon. Die tingelt wat door. Nou, hartstikke mooi zoiets. Goed nieuws voor jullie. Als het aan de PvdA ligt, wordt de geheime zender gelegaliseerd. Ja, maar dat is geen goed nieuws. Dat is voor ons... Nee, dan is de lol eraf. Dan kun je net zo goed het spulletje wegdoen. Dus dat illegale, dat maakt het juist zo mooi? Ja, vind ik wel. Dat maakt spannend. Het idee dat ieder moment de politie hier kan binnenstormen? Ja, dat is toch het mooiste. De PvdA wil zich eigenlijk hard maken voor jullie. Maar je zegt, ik heb er eigenlijk geen zin. Heb je nog een oproepje voor de PvdA? Nou, niet legaliseren, maar gewoon die bekeurings fors onderuit halen. Want hoe hoog zijn die bekeuringen? De ene krijgt 2500, de andere krijgt 1250. En dan heb je de uitschieters van 6000, 7000. Het is gewoon te verschillend. En laten ze daar maar eens een lijn op trekken, daar hebben we meer aan. Kijk, een kat en smuispel, dat doe je het voor. Ja, als je het om de spanning doet, dan zou ik zeggen, doe een wietplantage op zolder, kun je er nog wat aan verdienen ook nog. Ja. Ieder zijn ding, hè? Kevin? Wat een mooie, Kevin. Een wietplantage op draaien. Ja, op zich alles weer. Ja, hier bestuur je dan de boel en roep je alles in, maar waar zend je het dan uiteindelijk vandaan? We zenden van via het internet op en wordt opgevangen bij de mast. Hij staat ongeveer 300 meter verderop ongeveer. Waarom heb je die mast dan hier niet gewoon in de achtertuin staan? Als ik hier gepakt word, kost het rond de 4.500 euro per keer. En als ik het daar neerzet, onbemand, ja, dan kost het de aanschafwaarde 400 euro. Ah, dat is gewoon een slim trucje. Ja, slim trucje, ja. Maar gewoon om de boete te vermijden. En als je dan zo'n dure zender er hebt staan, hoe voorkom je dan dat die politie die wegneemt? Je kunt er asbestplaten kun je er langs gooien. Dan komt ze er niet aan. Nee, dan moet er eerst een asbestsaneringbedrijf moeten komen. Maar dit is hem dan, jullie trots. Ja, hier wordt regelmatig wordt hier, een paar plaatjes worden hier uitgezonden. En waarom wil je dan nu ook onherkenbaar zijn? Nou, er zijn hier in het verleden zijn hier dingetjes uitgespookt. Er heeft hier asbest ooit gelegen. Ja, ooit. En wat, er staat nou ook op asbest geen toegang. Ja, maar die stickers hebben we gewoon voor de... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Decoratie. Er zit niet heel stiekem toch een beetje... Nee, hier? Nee. Dit is gewoon een gezonde zender. Hier is niks meer aan de hand. Nu ik dan toch bij de illegale piratenzender ben, mag ik even een nummertje aanvragen? Dat mag. Ja, dan pak de microfoon er maar in bij. Een hele goede middag, mensen. Welkom bij Radio... Wat is de naam van de radio? Schrik van Elem, hè? Schrik van? Elem. Schrik van Elem. Hier komt normaal met Oerend Hat. Oeh, 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 o